Eric Boswijk in Den Haag. Hoe gaat het met u? Nou, met mij gaat het goed. Um, en sowieso, uh, kijk, het is, laat het helder zijn, uh, mijn, mijn gezin heeft bezoek gehad van, uh, van één persoon uh, dinsdagavond. Ik was inderdaad aan het werk in Den Haag. En uh, daar is mijn, uh, mijn vrouw in bijzijn van mijn twee dochters uh, ja, toch helemaal de huid volgescholden. En ook uh, ja, meegedeeld van dat mij, maar ook mijn kinderen iets zou overkomen. Um, en ja, dat was voor mij eigenlijk de druppel dat ik zeg: ja, ik ga naar huis. Uh, niet omdat ik me onveilig voel. In tegendeel, ik ben ik ben een aantal dagen daarvoor ben ik naar stroeg toegegaan, ondanks dat ik het advies had van de NCTV om niet te gaan, um, omdat ik dacht: ja, ik moet daar toch heen om dat gesprek gaande te laten gaan, te, te houden. Um, maar dit ging over mijn gezin, uh, dus ik ben niet thuisgebleven omdat ik bang was. Integendeel. Um, maar ik trof een gezin dat overstuur was aan. En ja, ik ben dan wel politicus, maar allereerst ben ik uh, toch vader. Um, dus het was gewoon nodig dat ik een paar dagen bij mijn uh, gezin ben gebleven. Het was dus één persoon, niet een, een verzameling trekkers voor de deur. Nou ja, kijk, dat beeld is het meteen geworden. Er zijn overigens wel diezelfde avond ook meerdere trekkers wel uh, rond mijn huis. Uh, die hebben daar gereden, geklaksoneerd, geremd, opgetrokken. Uh, en, en een groepje jongeren ook. Maar degene die uh, echt voor mijn deur stond. en uh, 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 nou ja, vrij uh, harde bewoordingen had. Uh, dat, is, uh, dat gaat over één persoon. Ja. Uh, maar ik moet ook eerlijk zeggen, ja, wij wisten natuurlijk die dinsdagavond ook niet wat er nog meer ging komen. Nee. Uh, maar nogmaals, het was voor mij de reden niet. Dat ik bang was of zo, maar het was meer dat ik dacht, ja, dit, dit, nou, het heeft op mijn gezin echt wel een hele grote impact uh, gehad. En, ja. en nog steeds nog wel, overigens. Bent u en uw gezin ook met de dood bedreigd door diegene? Ja, hebt u ja. aangifte gedaan? Nou ja, ik ben daar nu in overleg met de politie en, en die onderzoeken um, of dat dat. Want het dat is hele subtiele bewoordingen zijn daar gebruikt. Dus die zijn al aan het kijken, Ja, is, is, kan je daar aangifte over doen en, en, en draagt dat wat bij? Um, um, maar zij nemen het wel heel erg serieus, moet ik zeggen. En ik, ik moet ook zeggen dat die ondersteuning vanuit de politie. En ook vanuit de beveiliging van de Tweede Kamer heel erg goed is. Um, en ik moet er ook meteen bij zeggen dat er ook heel veel mensen uit mijn dorp. En vooral ook heel veel boeren. Uh, ons de afgelopen dagen hebben gesteund. Ik, ik heb meer dan vijftig aanbiedingen gekregen van boeren uit heel Nederland. om in hun bed en breakfast te verblijven. als ik me thuis niet veilig zou voelen. Nou, nogmaals, ik voelde me thuis wel veilig. Alleen de impact op mijn gezin was wel heel erg groot. En is nog steeds groot. Uh, uh, maar, en ik hoop echt van harte dat, uh, dat dit uiteindelijk toch wel voorbij gaat. Alle reden om aangifte te doen wegens bedreiging, zou ik zeggen. Zeker omdat de minister van Justitie nu studeert op een wetsaanpassing... waardoor huisbezoek uh, van demonstranten van welke aard dan ook... Uh, bij kamerleden of andere politici voor de deur strafbaar wordt gesteld. Ja, klopt. Ja, nou, ik wacht dat advies even van de, van de, ook van de politie, ook hier, uh, hierop af. Um, en ook omdat wil ik echt wel oprecht wil kijken, ja, draagt het bij een oplossing. Um, misschien kunnen wij in contact met de, met de persoon in kwestie komen en daar het ook het gesprek mee hebben. Dat is ook waar ik over nadenk. Kent u deze persoon? Um, nee, ik zelf ken het niet. Nee, nee. Dus nee. het is geen buurtgenoot van u? Het is wel een dorpsgenoot, uh, heb ik inmiddels begrepen. Maar uh, nee, ik, uh, ik ken haar niet, verder niet. Nee. Het was een vrouw? Het was. Een, ja, het was ja. Uh, laten we naar de inhoud gaan. Uh, uw partijleider en u zelf ook uh, zeiden op die CDA-bijeenkomst in Nijkerk op de dag van de